Dit is het voertuig, samen met een aanhanger erachter, waarmee we in de binnenstad rondrijden. Dit soort kleine wagentjes halen sinds een paar maanden het afval van bedrijven op de Nes en Rokin. Het is voor het eerst dat ondernemers in het centrum samenwerken om het afvalophaalsysteem te verbeteren. Want dat verbeteren was wel nodig. We willen de straat schoner hebben. We willen eigenlijk dat we minder vracht zien in de straat. We zitten in een best smalle straat en met heel veel verschillende bedrijfsafvalleveranciers wordt dat heel krap. Het afval ophalen wordt aangestuurd vanaf deze plek onder de brug op het Oosterdoks eiland. Wij slaan hier al op om te bulken, zodat we voldoende items hebben om in één keer een transport te doen. Want nadat het afval is opgehaald bij ondernemers en de wagentjes het hierheen hebben gebracht, wordt het via het water naar de verwerker in het westelijk havengebied vervoerd. Klinkt heel makkelijk eigenlijk. In de basis heel simpel, in de praktijk best uitdagend. Ja, huisvuil wordt door de gemeente opgehaald, maar voor bedrijfsafval zit dat net even anders. De gemeente heeft daar eigenlijk geen rol in de basis. Ondernemers met weinig afval mogen hun vuil gewoon aan de straat zetten. Maar grotere zaken moeten zelf een contract afsluiten met een afvalophaalbedrijf. Daardoor komt er soms voor elke ondernemer een andere wagen langs. En doordat dit bedrijf elke dag langskomt, kan de ondernemer het vuilnis binnen bewaren in plaats van in kliko's voor de deur. Als een bewoner ziet dat er een bak buiten staat, dan denkt hij, oh, ik zet nog even mijn afval erbij. Inmiddels doen 14 ondernemingen op de Nes en Rokin mee. En ook andere groepen ondernemers, zoals die op de Dam en in de Warmoestraat, hebben al een soortgelijk plan liggen. En gaat zo'n concept het afvalprobleem uiteindelijk oplossen, denk je? Ik denk niet dat er één oplossing is voor het afvalprobleem. Wij doen ons best om in ieder geval de straat schoon te houden. En dan ligt het ook aan bezoekers, bewoners, gemeenten om daarin ook te kijken van oké, wat kunnen we daarnaast nog meer doen.